Er komen meer Haitianen illegaal ons land binnen sinds Suriname in september vorig jaar de visumplicht voor Haitianen heeft ingesteld. De Haitianen proberen via Guyana en Suriname asiel te zoeken in Frans-Guyana, Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika. Volgens commissaris Vijay Kumar Udit, politieregio-commandant van Nikeri, komen de Haitianen via verschillende manieren Suriname binnen. Er is een regeling getroffen dat de Haitianen die Suriname binnen wil komen, het bezit moet zijn van een visum. En nadat een visumplicht is ingesteld, proberen de Haitianen via andere landen Suriname toch binnen te komen. Sommige van ze verdwijnen hier in de samenleving, andere proberen Frans-Guyana te bereiken. Wat ik wil zeggen is dat in Guyana bijvoorbeeld, de Haitianen Guyana mogen binnenkomen zonder visum. En wanneer ze eenmaal in Guyana geland zijn, dan willen ze wel doorreizen naar Suriname. En sommigen hebben dan ook, hun bestemming is dan ook Frans-Guyana. En hoe lang is er al sprake van mensen smokkel met Haitianen in Suriname? Ik neem aan dat het netwerk moet zijn. Want de man die we hebben aangehouden met die pick-up, die 7 Haitianen. De pick-up was ook al zodanig ingericht dat men dus een ongezien mensen konden transporteren, vervoeren in die laadbak met een ventilatiegaten en zo. We hebben het wel ontdekt en ik neem aan dat men dan andere mogelijkheden zal bekijken en bestuderen en uitvoeren om Haitianen toch naar Suriname te krijgen. We weten allemaal dat mensenhandel en mensensmokkel, vooral mensensmokkel, een heel lucratief handel is op deze wereld. Naar welke landen worden de Haitianen naartoe gebracht? Toen er geen visumplicht was voor Suriname, zijn er veel Haitianen en zijn neergestreken in Suriname. Naar de hand is er een visumplicht ingesteld en is gebleken dat de Haitianen via Guyana proberen toch naar Suriname door te reizen. Dan maakt men gebruik van de illegale routes. De bekende backtrackroute wordt vermoedelijk nu niet meer gebruikt. We weten allemaal dat de quarantainrivier uitgestrekt is in de lengte. Onze kustvlakte is ook uitgestrekt in de totale breedte van het land. Dus wanneer men in Guyana is geland en men met een boot richting Suriname, heeft men verschillende mogelijkheden en plaatsen waar men aan land kan gaan. Ja, want ik zou u net vragen, op welke manieren vinden je mensensmokkel plaats? U vertelde ook over die pick-up die zodanig is ingericht dat er eigenlijk vaker gebeurt zonder dat er iets wordt opgemerkt. Nee, ik zeg, we hebben die pick-up onderschept of die mensen onderschept in een pick-up die al zodanig was ingericht. Waarom lukt het de Surinaamse politie niet om de mensen die actief zijn in mensensmokkel op te sporen en of op te pakken? Laat me dit zeggen. En om deze mensen op te sporen en op te pakken, is makkelijk gezegd dan gedaan. Ik heb al gezegd dat men de backtrackroute ontwijkt, omdat we onze inlichtingendiensten ook hebben. Dat wanneer wij dus mensen signaleren hier in deze samenleving, dan wel nabij onze stranden. En u weet, de Haitiaan moet nog aanpassen, hij moet zich aanpassen, moet acclimatiseren. En hij gaat opvallen vanwege zijn body language, vanwege zijn gedrag. Dan spelen we gelijk in. Maar we kunnen aanhouden, we kunnen oppakken, we kunnen bestrijden. Wanneer we die mensen in de gaten hebben. Maar ik heb u al uitgelegd dat wanneer men bijvoorbeeld in Guyana in een boot zit. En men vaart door naar Leonsberg, vaart door naar Coroni, naar Kopenhagen, naar Pomona. Men vaart naar Apura, via de weg naar Paramaribo. Men vaart via Nikeri rivier, kan men ook via Arawarasluis, Wijmoerivier, Koppenamerivier, ook bij Boskamp aankomen. Dan kun je zelf zien hoe uitgestrekt en de mogelijkheden die er zijn, dat de Haitianen Suriname binnen kunnen komen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Maar heeft de politie wel deze plaatsen of deze plekken waar mogelijkheid bestaat dat ze daar aanmeren? Dat deze plaatsen worden bezet door politieagenten? Met onze intel moeten werken. Het kan niet zo zijn dat wij een dusdanig cordon gaan samenstellen of althans vormen aan de kustvlakte van ons. De kustlijn van ons loopt in de honderden kilometers. En je hebt duizenden plaatsen waar je kan uitstappen. Begrijpt u? Ja, precies. Iemand die dus hier binnenkomt, illegaal binnenkomt, bedenkt alleen mogelijkheden om ergens aan wal te gaan. En het is voor ons niet te doen dat we overal politiemannen gaan zetten om te controleren. We hebben meer van onze intel. En hoe gaat de politie dit aanpakken, commissaris? Met al onze ten dienste staande middelen. We zijn op de waterwegen hier in Nikeri voor de controle. We zijn op de wegen voor de controle. Apura heeft zijn instructies ook gehad. Dat wanneer er daar mensen, vooral Apura is een plaats waar er inheemsen zijn. En je hebt ook stadsmensen daar die bedrijfsactiviteiten ontplooien. Op het moment dat we Haitianen daar signaleren,
worden ze aangehouden. En ik heb u al eerder gezegd, we hebben een tussenstop op Burnside waar die controle plaatsvindt. Dat is die structureel aangepakt. De waterwegen worden ook gecontroleerd. We hebben met boten doen we dat. Maar ik heb u al gezegd, het is zo uitgestrekt dat we vanuit één plaats niet alles gaan kunnen controleren. En weet u misschien wat de redenen kunnen zijn dat deze illegale Haitianen zich naar Suriname trekken? Het spreekt voor zich. Men gaat voor een betere toekomst. Men ziet misschien heil in Suriname. Want wanneer je de wereldwijd zo bekijkt, wanneer trek je van een ene en een land naar een ander land? Wanneer je denkt dat je daar het beter zal hebben? Dat denk ik. En het geval van die 7 Haitianen die in die pick-up... Hebben jullie informatie gehad over hoe eigenlijk of insight in het netwerk gehad? Wie er allemaal, welke Surinamers allemaal betrokken bij zijn of Haitianen? Ja, die pick-up chauffeur is aangehouden. Dus de mensen zijn in Georgetown. Met een vliegtuig zijn ze in Georgetown geland. Daarna hebben zij dus een ondersteuning gehad van mensen. Want wij gaan ons strafrechtelijk onderzoek niet instellen in Guyana. We weten wel dat ze de mannen dan gebracht zijn via de boot een baktrak, daar zijn ze opgehaald. Dus we nemen aan dat er contact is met degene die de mensen heeft aangeleverd aan de overzijde en aan de Guyanese zijde. En dat was taak van de man in Suriname om deze mensen door te vervoeren naar Paramaribo en of alles anders. Kijk, laat me dit erbij zeggen. Een mensensmokkel is een grensoverschrijdende criminaliteit. Het is een vorm van een grensoverschrijdende criminaliteit. Waarbij mensen zich hieraan schuldig maken. Er is sprake van een netwerk dat mensen van verschillende landen coöperatief bezig zijn om dan mensen te smokkelen.